Oost-West, thuis niet best. Onder deze naam wordt op zondag 22 november een symposium over de vluchtelingenproblematiek georganiseerd. Dit wordt gedaan in de Schouwburg van Kuik en duurt van 11 tot 2 uur. De entree van het symposium is gratis. Het is een interactief symposium georganiseerd door Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers, te Kuik, en RMC Radius. Het symposium is om 11 uur en is bedoeld om de inwoners van Kuik en overige gemeenten een beeld te geven van de manier waarop ketenpartners omgaan met de vluchtelingenproblematiek. Partners zoals het COA geven informaties over procedures, rechten en plichten van de vluchtelingen. Rob Poel, wethouder van de gemeente Kuik, belicht de rol van de gemeente. Tussendoor zijn er interviews met vluchtelingen en wordt er door alle aanwezigen gediscussieerd aan de hand van stellingen. Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met de problematiek rond de grote toestroom van vluchtelingen in Europa, Nederland en in het land van Kuik. De Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers in Kuik zet zich, samen met de gemeente en RMC Radius, al jaren in voor de opvang en begeleiding van deze vluchtelingen.